Natuurlijk is een soort van zelfsprekendheid dat het emotie in de ogen en in het gezicht zit, maar het zit in zoveel meer. Heel erg gefascineerd door het menselijke lichaam en wat maakt nou dat alles qua beweging en cellen en de communicatie tussen cellen en de hele fysiologie, daar was ik heel nieuwsgierig naar. Maar ik dacht wel van ja, ik pas hier gewoon niet. En mijn leven was zoveel makkelijker geweest als ik gewoon dat wel had gedaan. Want had ik een partner gevonden op het dorp en hadden we daar gewoon een huisje gehad en 16. En je kiest natuurlijk altijd iets wat dicht bij jezelf ligt. En dat zie ik in al mijn creaties, dat het heel veel zegt over waar ik sta en waar ik doorheen ga of me doorheen beweeg en wat ik aan het leren ben. Of, ja, het is een heel individueel proces, zo zie ik elke schilderij eigenlijk. Ja, ik denk wel dat stappen zijn die... Dat ik nu denk, ik wil dat een keer groter zien en een groter werk. Hè? Ja, voor mij is het ook mijn manier van communiceren naar de wereld. Ja. Grootste inspiratiebron. En daar durf ik ook het minst over te stellen. En het raakt me ook het diepst. Ja. Omdat ik wel dus echt die ruimte in mijn hoofd moet hebben om dingen te kunnen... maken. Kunst maken is ook alweer heel intensief, zou ik maar zeggen. Binnen de grenzen van wat mag, zo ver mogelijk te kunnen gaan. Of heel veel make-up. Ja. Want dit deel kun je wel gewoon laten zien natuurlijk. Ja. En dan kun je ook je eigen mee uitdrukken. Ik had dyslexie, dus ik was ook niet ontwikkeld op bepaalde gebieden, omdat ik gewoon nooit las. Ja. Ik lees niks, dus je krijgt een achterstand en je wordt daardoor ook op die manier ingeschat. Ja. En je gaat jezelf ook zo inschatten, want kennis heb je niet. Voor mij horen daar alles bij wat ik heb aan emoties. Dat het op die manier dan toch, alsof als ik maar blijf vertellen vanuit mij en van wat ik heb, dat het dan toch op een bepaalde manier die connectie maakt. Ja. En die connectie is zo ontzettend waardevol. Op welk moment en hoe klein of hoe vluchtig dat ook gebeurt. Ja. Dat is iets waar je volgens mij... waar je de wereld mee kan verlichten.